het moment. De kroning. Iedereen heeft het er vandaag over. De bekentenis van de moord op Natalie Holloway door Joran van der Sloot. Na 18 jaar. Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. On January 31st, Boeing delivered the final 747 ever made, the 747-8F freighter, to Atlas Air, the world's largest operator of 747s. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Hij vertelde vorig jaar nog dat hij jarenlang verslaafd was aan medicijnen en alcohol. Maar bij zijn huis en bij de eerste controle van de politie geen drugs gevonden. De politie onderzoekt dus nog hoe hij om het leven is gekomen. We zijn het zat. We zijn het spuugzat. En wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Max Verstappen out of the final corner for the final time. Max Verstappen wins 19 Grand Prix in a single season. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws, as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. Een verschrikkelijke gebeurtenis in Gaza. Dat er wordt gevochten in Oekraïne, dat weet je. Het is al meer dan een jaar oorlog in het land. This has been the hottest year ever in humanity. So many terrible records were broken. And we are paying the price with people's lives and livelihoods.